misschien ook wel niet, 60 plus, 65 plus, die is ook relatief iets meer gaan verdienen. Maar het hele middenstuk zakt dramatisch naar beneden. Niet alleen in omzet, maar ook in resultaat. En daar moet je gaan kijken van wat kun je daaraan doen? Hoe moeten we daar beleid op maken waardoor we dat kunnen helpen? En ik denk dat wij elkaar enorm vinden in het verbeteren van ondernemerschap. Hoe ga je dat concreet doen? Kun je daar voorbeelden van geven? We zijn bezig met een site op te bouwen, fotografenondernemen.nl. Daar willen we de fotograaf ook zelf laten vertellen en meediscussiëren hoe het zit. Het is heel makkelijk om over fotografen te praten. Dat gebeurt ontzettend veel. Ze moeten dit, ze moeten dat. Nee, wat willen die fotografen eigenlijk zelf? En wat willen ze vooral niet? Daar zijn we nu interviews mee gestart. Fotografen die al een carrière achter de rug hebben of onderweg zijn. Maar ook met opdrachtgevers. En daar komen nu al toch al vrij merkwaardige dingen uit. Hè? Wij zien nu al dat opdrachtgevers en fotografen elkaar veel minder goed verstaan dan ze zelf denken. En ook dat de opdrachtgevers gewoon heel duidelijk maken dat die wereld zo veranderd is. Waar vroeger 90% opdracht werd gegeven en 10% stok, is het nu precies andersom. Want stok is nu goedkoop en vroeger was het duur. En opdracht is nu duur en stok is goedkoop. Wat ga je daar dan? Wat zit daartussen? Dat zal toch ergens in een balans moeten komen. Dat moeten we opzoeken. Nu was het volgens mij vroeger ook wat overzichtelijker. Omdat je als fotograaf kreeg je een opdracht. Moest je één foto maken. Die leverde je in bij je opdrachtgever. En dan keek je wat de tarieven waren bij de Fotograaffederatie. En dan stuurde je een rekening. Nu gaat dat volgens mij heel anders. Voor fotografen worden voor langlopende contracten gevraagd om die te tekenen. Uiteraard tegen lagere stuksprijzen. Je hebt niet alleen meer te maken met afdrukken, maar ook met internet en allerlei andere uitingen. Social media. Mm-hmm. Hoe moet de fotograaf zich daartegen wapenen, tegen al die druk van die opdrachtgevers in deze economische moeilijke tijden? Ik denk inderdaad juist de door je het inderdaad te wapenen als ondernemer. Ik bedoel, als jij een contract tekent voor het AD, dan doe je dat zelf. En als iedereen dat doet, dan sta je 10-0 achter. Dus ik begrijp, en vanuit de NVF kunnen we dan wel een lobby doen om die wet te veranderen, maar dat duurt 2 jaar. Maar in de tussentijd zul je daar toch zelf je eigen keuzes en het is een vorm van je vak serieus nemen. Hè? Als je dat weggeeft voor een tientje en vervolgens alle rechten en je pensioen, et cetera. En je hebt daar zelf niet over nagedacht. Kijk, het AD betaalt ook af en toe meer. En vaak zie je dan die toplaag, ook als je in het brancheonderzoek van ons brancheonderzoek kijkt. Dat zijn mensen die hebben zich als freelancer een bepaald soort specialisme aangemeten. En dus echt als een marketeer gedacht van, wat wil mijn klant, wie is mijn eindklant? Dat is dus de lezer van het AD, oké. Welk specialisme past daarbij? Die gaat zich daarop profileren en die heeft dus niet 20 specialismen op zijn community staan van, ik doe eigenlijk alles. Nee, er staat alleen, ik ben buitenlandreporter of ik ben zoiets. Zo'n freelancer is in staat om het spel om te draaien. Als jij als enige in een bepaald land zit en er gebeurt daar wat, dan willen alle kranten in Nederland, die willen daar best wel wat voor betalen. Dat klinkt heel wrang, maar als iedereen, als ik het puur voor freelancers, hè, dus iedereen, ik weet niet of je mensen in dienstverband zijn, maar als je daarvan bewust bent, dan ga je dus en je berekent van wat moet ik nou eigenlijk verdienen om gewoon mijn gezin te onderhouden of dan ga je vanzelf dat soort contracten niet meer accepteren. Maar dit is een tussenfase waarin je ziet dat er heel veel gedwongen ontslagenen of gedwongen freelancers zijn gekomen. En sommigen die maken het zich eigen, bijvoorbeeld door trainingen te volgen en zich daarin te bekwamen. En zich niet te verzetten tegen het commerciële denken. Want als ik bijvoorbeeld bij de Hogeschool van Amsterdam zit en ik geef daar een collegetje, dat gaat vaak over hetzelfde. Dan vraag ik aan de zaal van wie vindt journalistiek leuk? Dan gaan al die vingers omhoog van die jonge mensen. En dan hebben ze één vak en dat is het ondernemersplan schrijven. En dan zeg ik van wie vindt het ondernemersplan schrijven leuk? Niemand. Ik zeg maar, als je nou journalistiek leuk vindt, maar je kunt niet eens straks je prijs bepalen in een wereld waarin je steeds meer freelancers krijgt, hoe wil je dan ooit journalist zijn en blijven?
En dat is volgens mij ook wat je uit dat middenkaderverhaal van Lars hoort, is dat tot 55, daar zie je die inkomens dalen. En je ziet die jonge groep, die krijgt dat soort lessen al. En vanuit de NVF proberen we dat soort trainingen te geven. Aan mensen die dat nog niet zich eigen hebben gemaakt. Maar ik denk dat daar wel ergens de kruk zit, in dat die jonge groep nog wel relatief wat meer weet te verdienen dan zeg maar de echte vakidioten van vroeger, die nu zitten van ja, dat kan toch niet en de beroepsvereniging moet er wat tegen doen. Ja, we doen daar wat aan via lobby en via trainingen en maak daar gebruik van, maar de wereld verandert in die zin. Over hoeveel fotografen hebben we het als we het over fotojournalistiek hebben? Hoeveel fotojournalisten zijn er in Nederland? Wij hebben 650, 680 fotojournalistieke leden. Ja. En daar hebben we een vrij strenge ballotage op zitten. Mm-hmm. Dus dat is check op opdrachtgevers, constructief. Even kort, in 650. Ja. Die zijn lid van jullie en er zijn er vast ook een paar die geen lid zijn van jullie. Ja. Lars, kun jij reëel inschatten hoeveel fotojournalisten er zijn? Mm. En heb je ook enig idee misschien dat je dat eraan kan koppelen? Hoeveel daarvan kunnen leven? Nou, dat vind ik moeilijk, maar ik denk dat ik schat in dat het buiten de leden van de NVF dat er nog wel meer is. Ik denk dat het best richting de 900 à 1000 kan zijn. Ja, dat is niet één groep, want er zitten goed, slecht, goed verdienend, minder goed verdienend bij. Maar ik denk dat je daar wel over kan praten. En een deel is niet aangesloten bij een vereniging en een deel kiest er voor om dat gewoon los te doen. Laat ik dan net willen gaan vragen of er een vraag uit de zaal is. Mede overigens ook om dit onderdeel af te ronden. Zie ik daar toch werkelijk opeens, Gerard Til zijn vinger opsteken. Die heeft een vraag. Nou ja, de vraag is natuurlijk hoe je dat begrip fotojournalist definieert. Dat is altijd het katje. En hoeveel fotojournalisten zijn er? Oké, die gaan we doen en die combineren we even met deze vraag. Ja, we praten over professionaliseren van de freelancers. Maar als je naar bijvoorbeeld een typisch voorbeeld wat iedereen kent, een telegraafcontract kijkt. Dat er professionele fotobureaus zijn die 8-9 man in dienst hebben. Die inmiddels voor tarieven werken en het contract getekend hebben van 18 tot 36 euro per foto, inclusief de kilometers. Dan hoop ik dat ze daar bedrijfseconomisch een beetje over nagedacht hebben. En in ondernemerscreativiteit kan je best nog wel op een scherpe prijs komen. Maar ik ken hun businessmodel daarin niet. Nee. Nee, maar dat is nou precies waarom we in de platformmakers die dat auteurscontractrecht zo nadrukkelijk ondersteunen. En daar zit gewoon toch een element in waarin dat soort wurgcontracten onderuit getrokken wordt. En we moeten echt maar afwachten of we dat overeind weten te houden tegen de enorme druk van uitgevers zoals de Telegraaf Media Groep. Daar zul je met z'n allen voor moeten gaan staan. En via platformmakers doe je dat met meer dan 30.000 makers. Ook illustratoren, acteurs, noem maar op. Daar zit heel duidelijk een stuk in waarin een licentie nog maar voor 5 jaar wordt afgegeven. En dat je hem daarna terug kan halen. Dat betekent dus dat ze je nooit meer definitief je foto's kunnen ontnemen. Ja, ik snap ook wel dat mensen dat wel tekenen. Omdat ze ook toch wat willen doen en dat ze omzet willen draaien. En wij kunnen wel heel makkelijk roepen dat dat onverstandig is. Maar ik kan niet in hun portemonnee kijken. En ik vind dat het heel erg onwenselijk is. En dat zijn we sowieso met elkaar eens. Tegelijkertijd is de prijs van foto's is zodanig aan het dalen dat je dat ook niet helemaal meer kan stoppen. Het is feitelijk stof genoeg om een hele aparte avond aan te wijden. Gaan we niet doen. Een hele middag. Het heet niet voor niets Warzone. Dus, precies. Ik ben jullie zeer dankbaar voor de aftrap, voor het schetsen van een deel van het speelveld. Dankjewel Lars, Patrick.